Welkom allemaal, dit is de Venus reading voor de watertekens. Ik begin met de Romance Angels. Ik hoop dat alles goed en wel met jullie gaat, dat jullie gezond en gelukkig mogen zijn. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Natuurlijk ook voor het abonneren, het doneren, de warme liefdevolle berichten die ik altijd mag krijgen per e-mail, maar ook op mijn website. En natuurlijk de vele mensen die privé-readingen hebben aangevraagd, verlengingen. Dankjewel daarvoor, ik ben jullie ontzettend dankbaar. Vandaag gebruik ik de Romance Angels om te kijken hoe het ervoor staat in de liefdes. Niet voor niks Venus tekenen. Hè? Venus is de planeet van de liefde. De Venus in watertekens. Ik gebruik ook de Moonology kaart en de Gilded Tarot. We beginnen met de schorpioen. Mogen wij weten, spirits and guides, voor de schorpioen. Eens kijken. Dat is jullie kaart. En dan hieruit. En deze kaart. Eens even kijken. We hebben hier allereerst hou van jezelf. Dus love yourself first. Dat is een hele belangrijke voor de schorpioen. En dan, your self-respect makes you more romantically attractive. Dus jouw zelfrespect maakt jou veel aantrekkelijker op romantisch gebied. En we hebben van de Moonology, a new start is coming. Oftewel, er staat een nieuwe start in de liefde voor jou te wachten. Mooi. Wat is de gezamenlijke energie? Dat is de 8 van munten. Je bent keihard aan het werk. Kan goed zijn aan jezelf. Gewoon echt aan het werk. Wat is de energie voor de schorpioen? En wat is de energie van de andere kant? Oké. Ja, ik zie het al. Je bent heel erg gefocust op je werk. Maar je voelt heel erg veel liefde voor iemand. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een ander waterteken. Of dat het gewoon heel diepe gevoelens zijn. Gevoelens die bij de ander nog niet bekend zijn. Omdat er zulke diepe gevoelens zijn, hou jij vast aan die persoon. Maar je weet dat je binnenkort een beslissing moet gaan nemen. En die beslissing die ga je ook communiceren. En dat heeft te maken met een nieuw begin, een sprong in het diepe. Jij hield eerst aan een bepaalde partner vast uit zekerheid, uit financiële zekerheid. Maar deze connectie zat muur en muur vast. Dat kwam door je ego. Maar je hebt ingezien dat het je alleen maar heel veel verdriet heeft gedaan. Dus je stort je helemaal op je werk. Het kan goed zijn, lieve schorpioen, dat je in eerste instantie degene, jouw echte liefde, dat je die hebt, dat je het aanbod van die ander hebt afgewezen. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een boogschutter. Iemand die een hele healende werking op jou heeft, jou veel rust geeft, een hele fijne energie. Het kan goed zijn dat deze persoon echt
met jou iets vast wilden. En ze zagen dat al helemaal zitten. De andere kant, ja, de keizer en de keizerin, kan goed zijn dat de andere kant in een vaste connectie zit, een huwelijk. Toch is er heel veel passie voor deze vuurteken, deze boogschutter. Maar dat is wel lastig als er nog een huwelijk in de weg zit. Kan ook zijn dat er tussen haakjes niet gescheiden kan worden door een bepaalde geloofsovertuiging. En daardoor heb je je gestort op je werk. Maar niet getreurd, er komt verandering. Als je meer en meer van jezelf gaat houden, dan komt er vanzelf een nieuw begin aan. Dus dat is voor jullie, lieve schorpioenen. Dan gaan wij nu door met Crees. Dankjewel, schorpioen, voor het kijken. Als het geresoneerd heeft, dan graag een like alsjeblieft. Of abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je de verdieping in, dan kan dat ook. Dan kan je mij een berichtje sturen voor een privé reading. Voor onze lieve kreeft, wat mag onze kreeft weten? Wat mag onze kreeft weten? Venus in kreeft. Twee kaarten voor jullie en dan de Moonology deck. Wat mogen wij weten voor de kreeft? Doe maar vijf kaarten. Dat gaat in ieder geval een hoop duidelijkheid geven. Moet deze op zijn kop? Nee, oké. Okay. De kreeft is op dit moment heel erg gefocust op financiën en op de carrière. En niet zozeer met liefde. Omdat financiële zaken een belangrijke factor nu spelen in het leven van de kreeft. Of in het leven van degene met wie de kreeft te maken heeft, met wie die in connectie staat. Er is absoluut een enorme aantrekkingskracht tussen de kreeft en iemand anders. Maar de focus ligt op dit moment op de carrière, op het financiële. Dan hebben we hard work is paying off. Dus dat harde werken, dat gaat zijn vruchten afwerpen. Dus dat is heel goed. Bring love into the situation. Dus breng ook liefde in deze situatie. En focus je niet alleen maar op het werk. En adjustments are required. Een aantal aanpassingen zijn noodzakelijk in deze connectie. De gemeenschappelijke energie. Dat is de twee van bekers. Dus is absoluut liefde tussen jullie. Wat is de energie van de kreeft? En wat is de energie van de ander? Kan goed zijn, lieve kreeft, dat er een hele speciale band is tussen jullie beiden. Ook telepathisch, omdat je elkaar kent uit vorige levens. Dit heeft in eerste instantie voor vele verwarring gezorgd. Maar uiteindelijk komt er stabiliteit in deze connectie. En in divine timing gaan jullie ook samenwerken. En als jullie gaan samenwerken, dan kan er een nieuwe start komen in de liefde. Ja, enorm veel liefde, aantrekkingskracht. Een nieuwe begin ligt er hier te wachten. Als vaker, als je je focus legt op carrière of op iets anders,
Dan zal je net zien, dan komt juist die liefde op je pad. Je hebt daar veel moed voor nodig om daar toch voor te kiezen. Want in het verleden ben jij heel veel pijn gedaan, lieve kreeft. Altijd maar slechte ervaringen op liefdesgebied. Vandaar dat je nu ook je focus op het werk hebt. Maar sta hiervoor open, want dit is wel de ware. En dit is gewoon voor jou ook een les om te leren dat je deze persoon, dat je voor deze persoon wel je hart kunt openen. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met iemand die een coach is of iemand die een andere religie, spiritualiteit erop nahoudt, andere geloofsovertuiging heeft. Maar die ziet absoluut jouw stralen, ziet dat jij alles voor de wind hebt en die voelt ook die enorme aantrekkingskracht. Dus ik zou zeggen, ga ervoor, lieve kreeft. Ik bedoel, hoe mooi is dat? De ware liefde. Supergoed. Dan gaan wij nu nog naar de vissen. Ik ben benieuwd of het voor de vissen ook zo mooi is. Ik hoop het wel natuurlijk. De vissen kan goed te maken hebben met een boogschutter. En veel aantrekkingskracht en ook dat er gecommuniceerd mag worden. Zodat er een nieuw begin kan ontstaan in de liefde. De Moonology kaarten eventjes shuffelen, ook voor jullie. En natuurlijk ook de Romance Angel deck. Ik heb expres de Pocket Edition genomen. Ik heb maar kleine handen en ik hou niet van zulke grote kaarten eigenlijk. Dus dit was echt een enorme uitkomst. Wat mogen wij weten voor onze lieve vissen? Voor de vissen. Voor jullie drie kaartjes. Heart-to-heart conversations. Dus open je hart. Wees eerlijk, oprecht. Vertel wat je op je leven hebt. Een eerlijke discussie over jouw gevoelens voor elkaar is nodig. Dan heb ik hier getting to know each other. Dus ga elkaar zeker leren kennen. En dan als je elkaar beter en beter leert kennen en steeds weer een beetje meer van jezelf prijsgeeft, dan zal jullie band dieper en dieper worden. En dan hebben we hier nog soulmates. We hebben hier te maken met een soulmate. Dus vandaar ook dat deze connectie zo bijzonder sterk is. Een hoop kaarten voor jullie. Maar dat doen we gewoon. Verwacht een ontzettend sterke verandering in deze connectie. Het is tijd om negatieve energie los te laten. De uitkomst is een win-win situatie met de weegschaal. Dus dat is heel erg mooi. Een spannende climax zal binnenkort volgen. En het is tijd om over te gaan tot actie. Oké. Wat is de gezamenlijke energie, spirits and guides, voor de vissen, zijn of haar persoon? Gezamenlijke energie, de lovers, heel veel aantrekkingskracht. Ik vind elkaar ontzettend leuk. De energie is altijd heel speciaal als je elkaar ziet, ontmoet, voelt. Mogen wij nog meer weten voor de vis? Een
En de andere partij. Het kan goed dat je te maken hebt met iemand die zijn of haar zaakjes op orde heeft. Eigenlijk zou je heel graag met deze persoon willen communiceren. Zeggen dat er enorme aantrekkingskracht is. Dat je onder de indruk bent van hun uitstraling, hun charisma. En dat je eigenlijk stiekem hun kant uit wil komen. We gaan eens kijken. Dus heel veel aantrekkingskracht. De vis, jij wil graag iets aanbieden. Maar kan goed zijn dat je een beetje bang bent dat, dat het geen zuivere koffie is. En daardoor ben je een beetje gesloten. Je hart doe je nog niet openen. Misschien wil je het ook wel niet zien. Ga je het een beetje uit de weg. Toch moet je je hart durven openstellen met die heart-to-heart conversations. En proberen jezelf open te stellen. He, met getting to know each other en soulmate. Want misschien heb jij heel veel nare ervaringen gehad. Maar dit is jouw soulmate. Dus voor deze heb jij niks te vrezen. Maar in eerste instantie ben jij toch nog een beetje afgeschermd. Blok je het af. De ander die voelt die weerstand. Die denkt misschien ook dat jij dat er meerdere kapers op de kust zijn. Dat, dat er meerdere deelnemers zijn. Dat deze persoon concurrentie heeft. Toch willen ze heel graag jou leren kennen. Willen ze een gezellige tijd met je hebben. Met je uitgaan. Babbelen. De diepte in. Ze voelen nu al hoe sterk deze band is. En ze weten al dat ze te maken hebben met een soulmate. Dus ik zou zeggen, lieve vis, ga ervoor. Ondanks je angst, het is een soulmate. Gaat helemaal goed komen. Dus stel je open voor deze persoon. En word gelukkig. Want vergeet niet, hè, een win-win situatie. Dat is de uitkomst. Dankjewel allemaal voor het kijken. Vergeet niet te liken als het resoneerde. En als je interesse hebt om hier dieper op in te gaan, prima, dan mag je mij een mailtje sturen of even op mijn website kijken wat mijn tarieven zijn en wat ik allemaal te bieden heb. Dankjewel, heel veel liefde en licht. Namaste.